De liefde voor het CDA zit er bij Joba al lang in. Ik leerde haar kennen toen mijn man voorzitter was van de afdeling CDA Goes en zij zijn secretaris werd. Het contact met Joba en haar man Hans was geweldig. We hadden etentjes met elkaar en daardoor leer je iemand goed kennen. Toen de langslevende ouder van Joba overleed, haar moeder, vroeg zij ons dan ook: willen jullie de plaatsvervangende ouders worden? En dat deden wij met heel veel plezier. Ik heb Joba leren kennen als een gezellige meid, zeer integer, een harde werker en doorzetter en iemand die oog heeft voor haar medemens. Zolang ik haar ken, heeft ze gehandicapt meisje onder haar hoede dat ze bezoekt en met raad en daad bijstaat. Ik stem 15 maart op Joba, omdat ik zeker weet dat wat zij zegt, dat ze dat ook zal doen. En buiten dat spreken mij haar drie speerpunten zeer aan: zorg, onderwijs, bereikbaarheid voor het bedrijfsleven. Met Joba kun je het oerwoud in.